U kent vast en zeker onze programma's Gast aan tafel, waarin we de afgelopen tijden al veel gasten hebben ontvangen. Zoals de huidige burgemeester van Beem, maar ook de voormalige burgemeester, Christine Stichter, was onze gast. En we hebben portretten gemaakt van Arie Jansen en van de professor Piet Hogenslag. En al eens een keer gesproken met een gast aan de grens. Er zijn vast en zeker veel meer mensen die een interessant verhaal kunnen vertellen. En daarom zijn we hier bij het woonzorgcentrum De Pelkwijk. Om eens op zoek te gaan naar mensen die een interessant verhaal kunnen vertellen. Dus we gaan eens even binnenkijken. We hebben er een gevonden, hier in woonzorgcentrum De Pelkwijk. Ja. Spontaan werd de deur open gedaan en Theo Brokhatter zit bij ons. Theo, alvast bedankt voor de koffie. Ja, gezellig. Ja. Theo, ik mag Theo zeggen, hè? Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 82. 82? Ja. Geboren wanneer? 5 mei 1932 in Groenlo. In Groenlo? Ja, 1932. Ah, 8 jaar voordat de oorlog begon. Ja. Ja, ja. In Groenlo. Ben je er ook op school geweest dan? Ja, naar de Canisiëschool. Ja. Dat was gewoon een lagere school, was dat. En in die tijd was het nog 8 jaar moest je daar naartoe. En alle 8 klassen heb ik ook doorlopen. Ik ben nooit blijven zitten. Nee. Nou, en zodoende werd ik inmiddels 15, want toen moest je tot 15. Ja. 8 klassen, daar was ze nog, ja, overblijfsel van de oorlog of wat. Maar in de oorlogstijd woonde je in Groenlo? Ja. Ja, ja. En toen zat ik dan ook op de lagere school. Ja, ja, ja. Kun je nog iets herinneren van de oorlogperiode? Ja, ik kan vaag marcherende soldaten horen. Ja. Dat nog wel vaag, maar echt zo. Ik weet niet of ik dat verdrongen heb of niet genoeg van meegemaakt. Nee. Ik kan me wel herinneren vliegtuigen s'avonds. Ja. Dat wij uit bed gehaald werden. Had er s'nachts zo'n woem, woem, woem. Ja. Die massa's vliegtuigen overvlogen. En dan haalde moeder ons uit bed aankleden. Ja. En dan, ja, nou, zo vol schrik allemaal. Maar luisteren, oh, ze trekken weg, ze trekken weg. Ja, ja. Angstige tijd. Angstige tijd. Maar dan 8 en de eind van de oorlog, dus dan bij een jaar of 13, 14, dat is de oorlog afgelopen. Ja, 14. En dan ga je naar de grote, de hogeschool? Of de... Nee, ik ben gewoon tot en met 46 op de lagere school blijven zitten. Ja. Omdat wij toen 8 klassen moesten doorlopen. Popo. En dan, ga je dan na de tijd naar een technische school? Of? Ik ben toen direct van de, toen ik van de lagere school kwam, ben ik naar de Batavier gegaan, de bondweverij hier in Winterswijk. Hoe kwam je daar dan iedere keer? Je woont in Groenlo? Omdat mijn broer er al werkte. Ja, ja. En in Groenlo was in die tijd eigenlijk weinig industrie. Je had alleen een monocon, ja, ik weet niet of het toen al was, een papierfabriek. Ja. Ik denk nog niet, maar dan had je wel een brouwerij. De Golfs natuurlijk, ja. En je had een paar kleine bouwondernemers. Maar omdat ik nog wel tenger gebouwd was, ja, leek mij dat eigenlijk niks. Te zwaar werk. Liever in de textiel. Ja, en omdat mijn broer daar al werkte bij de Batavier, die kwam nog wel eens met goede berichten thuis. Ja. En zodoende heb ik daar een keer gevraagd en toen kon ik er direct komen. En dan hoe ga je dan van Groenlo naar Winterswijk, elke dag? Wij hadden toen een gammele fiets. Ja. Dan moesten we met 4 man, wie in Groenlo bleef werken, die moest lopen naar het werk. Ja. En dan kregen wij de fiets en dan konden we heen en weer naar Winterswijk. Ja, ja. Onderweg gereden een lekker band, want toen had je nog niet hartstikke goed materiaal. Nee, nee. En dan moest je soms wel 6-7 kilometer lopen. Ja. Want die band die sprong altijd. Hij van Groenlo kwam daar ter hoogte van de Kapper, dat café toen. Maar dan had je wel een reden om wat later op je werk te komen. Ja, maar ik vond dat zelf niet fijn. Nee. Maar dan kwam je direct in het volle proces, alles draaide in oorverdovend lawaai. Ja. Je kon veel beter voor de tijd er al zijn, had zo langzamerhand begon op te starten.
Wat deed je in de fabriek? Wat deed je voor werk daar? Wever. Wever. Bondweverij was het. Toen maakten we damesrokken en jurken. Mm-hmm. En zo, allemaal bonte kleding. Ja. Wat ze tegenwoordig verven, dat deden wij toen weven. Drie rood, drie blauwe streepjes geblokt. Wat je ook wel nu vaker ziet, dat Schotse spul allemaal. Okay. En zulke stoffen maakten wij. Maar kreeg je dan nog een opleiding daarin dan? Kreeg je een opleiding? Ja, ik werd toen bij de oudere wever gezet. Die was al 65 geweest, want toen was er nog geen AOW toen ik daar kwam. Nee. 46, begin 47 was er nog geen AOW, wat dan ook. Dus daar stonden oudere mannen in de fabriek, die waren midden 70. Die waren daar nou aan het weren. Ja. Nou, en ik kwam toen. Toen kwam ik dus bij zo'n oudere wever en die deed mij voor hoe ik doen moest. Ja, ja. Dus eigenlijk gaan we weer terug naar de tijd, want mensen moeten nou ook weer doorwerken, hè, tot 67, 68. Ja. Dus dat was toen in jouw tijd al. Dat was toen al. Ja. Ja. Spreek je nog wel eens mensen uit die periode waar jij toen mee werkte? Ach, de meesten zijn dood. Ach. Ja, meesten zijn allemaal dood. En die ik spreek, dat zijn veel jongeren, die hebben daar wel eens gewerkt. Maar dat was maar voor een blauwe maandag. Ja, ja. Hoe lang heb jij er gewerkt? Ik heb er bijna 25 jaar gewerkt. Ja? Ja. Nou, bijna zeg je? Ja, bijna. Ik heb er 25 jaar niet volgemaakt, want toen ging ik naar een timmerfabriek. Ach. Ja, hier in Winterswijk. Had je genoeg van de textiel? Of, Ja, eigenlijk wel. En het verdienste was ook niet zo hoor. Nee? Want hij dat hoorde in de bouw. En in de houtfabrieken was het de verdiensten veel hoger. Ja, ja. Maar omdat ik daar ook niks van kende, ja, ving ik eerst aan met een lage loon. Wat verdiende je in die tijd? Toen ik bij de Batavier begon in 1947 ongeveer, begin 47, verdiende ik een tientje per week. Een 10 gulden? 48 uur werk. 10 gulden per week. Ja. 4 euro, zeg maar. Iets meer dan 4 euro per week. Ja, en 48 uur werken. Ja. Want dan moest je ook de volle zaterdag nog werken. Ja. Ja. Van 6 tot 2. Wat deed je dan op je vrije zondag? Nou, voetballen. Waar? Bij de Goldse Boys. Oh. En ik deed met mijn iets ouder broer als mij, deden we veel aan hardlopen. Ja. En dat vonden we een mooie sport. Atletiek, ja. Lange afstand. Ja. 5 en 10 kilometer. Ja, ja, ja. Was je goed? Daar was ik beter in als in voetbal. Ja, ja. Maar dan op een gegeven moment, je zit nou hier, maar dan, je werkt dan op de Batavier. Verkering in Groenlo of haalde je ze van ver weg? In Groenlo. Ik ging voor de tijd overal banjeren, ja? Maar niet in Groenlo uit. Nee. En toen ik daar een meisje zag of een vrouw zag, nou, toen kwamen ze allemaal mij tegemoet. Ja, en dat ja. Ik goed bekend stond. Ja, ja. De charmeur van Groenlo. Ik was daar nooit aan banjeren geweest. Nee. Buiten de plaats. En met vrienden uiteraard. Wanneer ben je getrouwd, weet je? 1963. Waar? Bij Meijer in café. Meijer in café in Groenlo? Meijer in café in Groenlo. Grote bruiloft? Ja. Dat had je toen. Ja. 150, 160 personen. Ja. En dan ga je naar Winterswijk. Wanneer ging je naar Winterswijk? Toen ik getrouwd was, op diezelfde dag, zijn we s'avonds met de taxi naar hier naar Winterswijk gebracht, want wij hadden dan inmiddels een huis via de Batavier. Waar? Op het oosten voor de Jacob Katstraat. Oké. Okay. Die waren splinternieuw. 1963? Ja, 1963. En wat betaalde je er toen voor huur? Nou, dat was toch ook nog wel stevig, want ik denk dat we wel 45 euro in de week betaalden. Zo, 45 gulden in de week. Ja. Ja. Dat was voor die tijd veel geld. Ja, en je had misschien amper 260 gulden. Ja. Dan bleef er maar 60 gulden over. Ja, ja, ja. Of 50 gulden. Ja. En ook in Winterswijk, toen je in Winterswijk woonde, blijven voetballen? Nee. Nee? Goldse Boys was afgelopen dus. Ja, ik heb het nog een
jaar, anderhalf jaar gevoetbald. Ja. Maar dan moest ik met de bus heen en weer, zondagsmorgens en smiddags weer terug. En toen ben ik er mee opgehouden. Ja. En toen ben ik wel zo spoedig mogelijk naar Fortuna gegaan. Okay. Wat nu Trias is. Ja, ja. Daar heb ik eigenlijk niet gevoetbald, nee. Maar daar werd ik direct dan bij de jeugdleiding en zo. En jeugdtrainer. Dat deed ik dan wel. Ja, ja. Ja. Had je anders nog bezigheden in die periodes? Nee, niet echt. Ja. Ik heb altijd wel aan stamboomonderzoek gedaan. Ach, van jezelf of? Van onze familie. Ja. Want Bruckhutter, dat is niet een. Dat lijkt me een beetje Duits. Nee, ja. Mijn opa die kwam dan van Eemsdetten. Die was geboren in Eemsdetten. En tot hoever heb je de stamboom kunnen volgen? Tot 1580. Ik heb daar ginds wel toevallig het boek leren. 1580? 1580 ben ik gekomen. En eerder zitten ook wel die naam vermeld. Ja. Maar er staan er geen jaartallen bij. Nee, nee. Maar wanneer ben je met dat stamboomonderzoek dan begonnen? Naar jouw voorvaderen, zeg maar. Nou, eigenlijk al wel snel. Rond de 50 jaar al wel. Oh. Maar toen ging het dan al gewoon zaak hier in de omgeving. Ja. Groenlo, Winterswijk en zo. Je had ook nog geen computers. Nee. En je had geen auto of niks. Dus je moest eerst. En je moet ook beginnen met eerst jezelf. Ja. Hoe heet je vader en hoe heet je opa? En zo ga je dat uitbreiden. Ja. Ja. Mooi werk. Heel mooi werk. Ja. Ja. Ik heb veel genoeg toen ik aanvang had. Ja. Dan, je zegt, na 25 jaar, bijna 25 jaar, dan ga je in de bouw. Waar ging je toen in? Nee, ik ben altijd in de eerste 25 jaar, zeg dan, textiel geweest. Ja. Maar toen ging ik naar de hout, maar niet in de bouw. Gewoon klokkenmakerij, die klok die daar hangt, ja. Die heb ik zelf ook gemaakt. Oké. Okay. Maar zulke soort klokken maakten ze daar ook en die werden dan verkocht. Ja, ja. Maar niet zo exact dat model, maar die heb ik zelf dan gemaakt. En ja, uurwerk in het hout kon je dan kopen. Okay. Van de eigenaar van het bedrijf. En dan kon je s'avonds na werktijd kon je knutselen, zolang je wou. Ja. Gratis gebruik van de machine. Ja. Alleen materiaal moest je allemaal betalen. Het hout en uurwerk. En waar was dat dan hier? Wanneer? De klok, nee, wanneer, maar waar was de klokken? Al die klokkenfabriek van Wirres was toen de oprichter. Die had ook hier in Winterswijk een aantal winkels. Ja, 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 ja. En die meneer Wirres zelf, die zat toen ook in de gemeenteraad. Ik weet niet, voor het CDA of ja, ja. Maar dat was wel een heel sociaal voelend iemand. In 1994 gebeurde er iets. Ja. Ja, vertel. Nou, ik had er wel meer last gehad van de urineweren. Ja. Maar toen moest ik dan foto's nemen naar Enschede. En verder, er waren ze al verder met de modernere dingen. Ja. En toen werd dan geconstateerd dat ik aan de urineweren kanker had. Ja, ja. Prostaatkanker. Prostaatkanker. Ja. Nou, en daar werd ik dan geopereerd. En kreeg ik een ruggenprik. Ja. En dat is blijkbaar niet goed gegaan, tenminste niet zoals het moet. En ik heb het zelf ook wel gemerkt. Ja. Want het heeft wel 5 minuten geduurd voordat ze de goede plek hadden. Emma zoeken. Ja. Emma prikken. Oh. Toen zeg ik op een gegeven moment, nou wat dat zo moet dan, hou maar op. Ja. Maar toch gaan ze eindelijk dan het plekje. En toen op dat moment heb ik er ook niks van gemerkt. Het was ook meer half slapen, half plaatselijk. En alleen toen ik bijkwam en de verdoving eruit kwam, toen merkten ze dat. Ik zelf natuurlijk het eerst wel. Ik kon niks beweren. Nee. En elke keer kwamen ze, beweegt dit is, beweegt dat is. Nou, lukte helemaal niet. En dan zakte de wereld in elkaar. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Echt, vreselijk. Ja. Was werd meteen geconstateerd dat je een dwarslesie had? Nee, ja, wel dat het de verlamming was, maar niet hoe hoog of hoe laag. Dat werd met diverse dagen daarna pas allemaal onderzocht. Ja. Toen vonden ze dat ongeveer dat het de hoogte van de navel was. Ja, ja. Ja.
1994. Weer een arm in been, in de kop, in het verstand, daar heb ik niks aan geleerd. Nee. Maar vanaf de navel naar beneden, mijn grote teen, die kan ik nog niet zo optrekken. Toen was je 62? Toen was ik 62. 62. Ja. Werkte je toen nog? Ja, niet de volle week meer, maar toch wel van de, zeg maar, toen de tijd dat we 38 uur werkten, werkte ik nog wel 30 uur in de week. Was dat dan ook het moment dat je hier in de Pelkwijk terecht kwam? Of? Nee, ik was voor. Wij woonden toen in de Jacob Katstraat. Ja. Toen hadden we ook een mooie nieuwe woning in die tijd toen dit gebeurde. Ja. En toen, kon ik daar zo in met de vrouw. Ja, ja. Prachtige woning. Want je woont hier nog steeds samen met de vrouw? Wij wonen hier nog gelukkig wel. Ja. Ja. Ik denk dat dan ben je een van de oudste bewoners hier vandaag. Oh nee, langer niet. Die zijn nog denk ik wel 200 jaar. En ook wel mensen, zeker wel een handvol die midden 90 zijn. Ja, oké, maar ik bedoel een van de oudste bewoners. Samen met de vrouw. Ja, dat je als eerste zo'n beetje hier in de Pelkwijk of niet? Ook nog niet helemaal, maar het zou wel kunnen. Want door elkaar ben je hier ook nog niet zo lang, want dan ga je met paard en wagen weg. Ja, die tijd hebben we gehad, joh. Met paard en wagen doen we dat niet meer. Nee, dat is zo. Hey, je bedoelt met die zwarte paard. Door elkaar ben je niet zo heel lang hier. Nee. Maar jij zit ik hoop dat ik nog een aantal jaar, want ondanks mijn handicap, red ik me heel goed. Ja, want je schrijft verhalen. Je doet zo'n beetje onze collega Gerard Uurland concurrentie aan. Nou, collega zeg je collega, dan. Ja. Sinds wanneer doe je dat dan? Nou, al zo lang. Ja? Ja. In mijn jonge jaren, nou wel midden 50 al wel. Ook verhalen, echt wat je zelf beleefd hebt of ook fantasie? Veel wat ik ook wel zelf beleefd heb, maar ook meeste fantasie. Ja, ja. 20% waarheid, 80% fantasie. Ah, oké. Okay. Ja. En dat schrijf je op een in de computer of? Nee, gewoon met een schrijfmachine. Met een schrijfmachine nog. Ja. Al is gepubliceerd, een boekwerk uitgebracht. Nee. Wat doe je met de verhalen dan? Bewaren. Mevrouw zegt wel, maak er als een boek van, maar dat is ook wel een dure geschiedenis. En als er nou een uitgever wil komen, dan is je hartelijk welkom uiteraard. Ja, dat ligt eraan hoe goed de verhalen zijn dat dat weet je. Je moet gewoon een ander beoordelen. Ja. Heb je een kort verhaal voor ons? Hij ligt genoeg om voor te lezen? Jawel. Ja, lees eens een verhaaltje voor. Ik heb al een paar gewone spreuken. Ja. Zoere reën, wat een ramp. Beumen stort kaal op den kamp. Boeren werkt zich in het zweet tot een greppel vol allesteed. Halen we wat? Ja, stront heet dat bij ons in Drenthe. Ja. Nou, behulp. De deur steekt los, zijn ze altijd. Gorden zitten, schroeven ze bij. Een mens moet zich uit kunnen praten, maar dan leven niet bij mij. Ja, mooi. Heb je er nog een? Toen ik nog klein was, vond ik de wereld zo groot. Ik dacht niet aan ziekte en al helemaal niet aan de dood. Ja. En ik nog een korte. Als je ouder wordt, blijkt de wereld zo klein. Het is niet altijd weelde, maar meestal schijn. Theo, hartstikke mooi. Daar moet je toch maar eens over denken. Ik hoop dat mensen dit horen en dat ze zeggen van Verhip, dat moeten we toch maar eens in boekwerk uitbrengen. Ja. Hoe breng je verder de dagen door? Nou, televisie kijken. Ja. En ik mag geweldig graag lezen. Ja. Ik lees ook wel Verbeuk in de Wekker. Ja, poe. Ja, dan moet ze wel een beetje dikker de weer. Ja. Maar van die hele dikke beuken hol ik niet van. Met grote letters? Nee, gewoon kleine letters. Oké. Ja, ik kan een groot brilletje. Oké. Afgezien van deze beperking is je gezondheid verder? Ja, behoorlijk goed. Ik lig weinig in bedden. Hou er zo en bedankt. Alleen s'nachts. Alleen s'nachts, ja. Bedankt voor het gesprek. Ja. Ja? Graag gedaan.